Terwijl we buiten nieuwe records bereiken met temperaturen van 40 graden, is er op dit moment ook sprake van een zogenaamde cryptowinter. Maar wat is nou een cryptowinter en biedt zoiets ook kansen? Nou, dat wil ik gaan bekijken in deze video. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van eenpassiefinkomen.nl. Op dit kanaal werk qua een toekomst met meer vermogen en meer vrije tijd. Ik heb een maandelijkse serie waarin ik elke maand 100 euro in crypto investeer. Daar maakt deze video ook deel van uit. Dus laten we eerst even gaan kijken naar mijn portfolio om te zien hoe ik er op dit moment voor sta. En loggen we in bij mijn portfolio bij CoinMerse. Dan zien we dat ik op dit moment zo'n 902 euro zeg maar, in crypto heb zitten. Ik heb 100 euro klaarstaan voor de aankoop van vandaag. Uh, dit is de laatste maand het koersverloop. Dan zien we wel, volgens mij heb ik hier de storting gemaakt. Dan schieten we van 660. Naar 770. Maar vanuit die 770 zijn we uiteindelijk dus gestegen naar net iets boven de 900 euro. Alleen in die laatste maanden al. Dus we zien wel wat herstel, of wat meer. Ja, eigenlijk wel herstel, want het is erop vooruit gegaan. Ik wil niet zeggen dat het over de lange termijn al goed is gegaan. Op zich wel goed als we helemaal gaan kijken vanaf het begin. Ik ben begonnen in 2021, begin 2021, met 100 euro in de maand. Uiteindelijk hebben we een piek bereikt. April van dit jaar met iets boven de 1500 euro. Maar dat is uiteindelijk ook weer gezakt naar ja, onder de 700. Zagen we dus zojuist. Maar de laatste paar weken ziet het in ieder geval weer wat positiever uit. Maar zoomen we iets verder uit. Niet de laatste weken, maar eigenlijk de laatste maand Of misschien wel het laatste jaar. Dan kijken we bijvoorbeeld naar de Crypto Fear and Greed Index. Nou, op dit moment zitten we nog in 34. Een maand geleden of een week geleden was dat nog veel erger. Toen zaten we bijvoorbeeld op de 16 of een maand geleden zelfs op 6. Hoe lager het getal, hoe meer angst er is. Kijken we eigenlijk terug naar het laatste jaar. Dat zien we hier. Dan is het eigenlijk zo'n beetje vanaf april, mei dat we al eigenlijk relatief best wel laag zitten. Maar eigenlijk als we echt de positieve dingen willen zien. Dan moeten we eigenlijk dus ook weer terug naar uh, november van vorig jaar. Dat is eigenlijk dat ook een beetje de piek werd bereikt van bijvoorbeeld de uh, Bitcoin koers, uh, dus eigenlijk ja, al best wel een lange tijd dat het sentiment onder beleggers in ieder geval niet heel positief of juist zelfs heel negatief is. En zoals gezegd, de laatste tijd horen we ook heel vaak de term crypto winter vallen. Heel vaak wordt die term weer uh, genoemd in nieuwsberichten. We zien het bijvoorbeeld bij OpenSea dat 20% van het personeel ontslaat. Er blijven na de ontslagronde nog 230 medewerkers over. En die ontslagronde was dus nodig of is nodig vanwege een combinatie van wat zij noemen crypto winter. En macro-economische instabiliteit. We zien ook bij Coinbase dat zij 18% van het personeel ontslaan. Oftewel, zo'n 1100 medewerkers. Vanwege snel veranderende economische factoren. Om hun kosten wat lager te houden in een neergaande markt zoals we die nu dus hebben. En omdat ze heel hard gegroeid zijn, zeggen ze zelf ook. Oftewel, omdat er eigenlijk een enorme bullrun of hype misschien wel is geweest in de laatste twee jaar. Maar dat waren de exchanges. We zien ook dat miners juist hun bitcoins gaan verkopen vanwege een crypto winter. Miners zoals Riot Blockchain of Bitfarms, nou, zij verkopen een gedeelte van hun Bitcoin om zo kapitaal vrij te maken. Ze zien namelijk dalende cryptocoersen, maar tegelijkertijd ook stijgende kosten en zeker energiekosten zijn natuurlijk een belangrijke factor bij deze miners. Ze gebruiken het aan de ene kant om hun schulden beheersbaar te houden, maar tegelijkertijd ook gewoon om investeringen te doen in de toekomst. Maar wat is dan zo'n cryptowinter? Nou, we spreken van een crypto winter, wanneer eigenlijk al uh, in de laatste tijd, laatste weken, maar vooral eigenlijk ook de laatste maanden koersen van crypto hard zijn onderuit gegaan. We hebben flinke dalingen gezien. Die dalingen houden nu al een langere periode aan, van meerdere weken, meerdere maanden. En het ziet er ook naar uit dat dat de komende tijd niet gaat verbeteren. Kijken we bijvoorbeeld naar de koers van Bitcoin in dollars, dan is die nu zo rond de net onder de uh, 22.000 dollar. Dus een klein beetje een verbetering, maar eigenlijk de laatste weken, sinds halverwege vorige maand, bungelen we al een beetje rond de 20.000 dollar. Van Tevoren was dat de 30.000 en nog een langere tijd geleden is het ook langer rond die 40.000 dollar blijven bungelen, maar eigenlijk, zoals gezegd, sinds eind vorig jaar, november 2021, toen we bijna de 70.000 dollar aantikten, hebben we al een flinke daling meegemaakt. De koersen die we nu zien zijn eigenlijk een beetje dezelfde koersen als toen we 2021 ingingen, dus behoorlijke daling van ongeveer, ik geloof, zo'n 70%. Gaan we even kijken vanaf de top een beetje naar waar we dus nu zitten. Zo bijna 70%. Het heeft zelfs lager gestaan. 75% gedaald. Enorme daling. Een daling die eigenlijk ook telkens in stappen wordt gezet. Wil niet zeggen, dat zien we hier trouwens ook als we uitzoomen. We hebben een, uh, een, ja, een soort van trendkanaal waar we nu een beetje onderaan zitten. Weten we dit vast te houden, dan zou het misschien wel wat positiever kunnen gaan. Weten we het niet vast te houden, dan zouden we misschien wel weer eens kunnen halveren. Dus behoorlijke. Uh, ...daling, heel negatief sentiment. En het ziet er dus eigenlijk ook niet naar uit. Dat er nog. Ja, de komende tijd per se een verbetering aan zit te komen. En hoe ontstaat zo'n crypto-winter dan? Nou, we hebben gezien bij bitcoin, maar bij eigenlijk heel veel uh, cryptocurrencies. Dat de top zo'n beetje. Eind 2021 was. Um, heel veel mensen geloofden erin, stapten toen ook in omdat er juist al lange, lange tijd gewoon heel veel positief nieuws was. Heel veel stijgende koersen. En misschien ook al een beetje als een soort van hedge tegen inflatie. Inflatie zat er eigenlijk aan te komen vanaf eind vorig jaar. Heel lang werd gedacht, en heel lang is het ook zo geweest, dat crypto juist anders reageerde dan de markt. En dat het misschien dan daarom om die reden ook wel een goede hedge was tegen die inflatie. Dat je toch nog geld kon verdienen, meer geld kon maken dan dat je eigenlijk zou gaan verliezen aan die inflatie. Nou, dat bleek dus helemaal niet het geval te zijn. Juist dat was ook de piek sinds die tijd, zoals we zagen, drie kwart van koers is onderuit gegaan. Behoorlijke dalingen en heel veel mensen staan nu dus ook gewoon negatief. Het is natuurlijk ook wel een beetje... Te verklaren iets wat ik al vaker zeg. Vroeger was het wel zo dat crypto juist anders reageerde dan bijvoorbeeld de aandelenmarkt. Maar eigenlijk de laatste tijd is het al gewoon zo. De laatste jaren dat het de markt steeds volwassener is geworden. Dat dezelfde mensen met grote bedragen. In zowel aandelenmarkten als in cryptomarkten zitten. En dat het vanuit die reden dan ook. Dezelfde koersbewegingen laat zien. Dat we diezelfde koersbewegingen zien, komt natuurlijk ook gewoon door het brede plaatje van de wereldeconomie. We hebben de oorlog in Oekraïne, die natuurlijk nog eens extra, ja, uh, extra dingen veroorzaakt. Dus we hadden al inflatie. Dat maakt het alleen maar erger op veel meer vlakken. Veel meer landen die ermee te maken krijgen op deze manier. En dat zijn eigenlijk dan de. De economische factoren over de hele wereld, over de hele economie. Je hebt zeker ook nog specifieke factoren als we echt gaan kijken richting crypto. Denk bijvoorbeeld aan stablecoins die niet eens zo stable bleken te zijn. Dat geeft gewoon, uh, misschien hoef je er niet per se in die stablecoins te zitten. Maar het zorgt er wel gewoon voor dat het vertrouwen in bepaalde cryptocurrencies... of misschien wel de hele markt op dat moment een flinke dreun krijgt. En zoals we zojuist zagen met die nieuwsberichten van die exchanges... Heel veel ontslaan nu personeel. Dus dat ziet er niet heel positief uit. Het geeft in ieder geval geen rooskleurig. Uh, toekomstperspectief. In ieder geval voor de komende tijd als we gaan kijken naar wat we kunnen verwachten voor crypto. Maar biedt zo'n crypto winter dan ook kansen? Nou, ik zou zeggen ja, zeker biedt dat kansen. Zeker als jij positief bent over cryptocurrencies over de lange termijn, dan zijn dit soort momenten ja, dit zijn de momenten waarvan je dan zou moeten profiteren. Je kunt het eigenlijk een beetje vergelijken met een bear market. Bij de aandelenbeurzen, er zijn gewoon momenten dat het heel goed gaat met de beurs. Dat is eigenlijk de laatste tien jaar al een beetje zo geweest. Er zijn momenten dat het heel slecht gaat met de beurs. Denk bijvoorbeeld dit jaar of even die maand toen net corona kwam dat koersen heel hard kunnen dalen. Dat hoort er gewoon bij. Dat hoort bij beurzen. Dat hoort ook zeker bij crypto. En dat zijn dus momenten die we nu dus ook gewoon zien. Dus als jij gelooft in crypto op de lange termijn is dit zeker een moment om dan nu die juiste crypto te kiezen en daar weer extra investeringen te doen. Juist door dollar cost average toe te passen. Kun je dan je gemiddelde aankoopprijs omlaag krijgen? Nou, dat gaat zeker lukken met deze koersen ten opzichte van een half jaar geleden. Maar het is dan wel heel belangrijk om te beseffen: ook de grote coins zijn 70-75% onderuit gegaan, maar ook zeker heel veel kleinere coins om goed te gaan kijken. En heel veel mensen zullen dat ook doen: van uh, welke coins hebben zich bewezen, zijn bekend, hebben een use case, of welke zijn juist nieuwer en moeten het vooral hebben van heel veel goede ideeën en nog heel veel ja, toekomstperspectief. Die kleine coins die hebben natuurlijk de grootste kans om daar heel veel geld mee te verdienen. Alleen de kans dat het misgaat is daar ook het grootste. Het risico is het grootst. Daar moet je de meeste tijd in investeren. Dus het is echt zo'n moment denk ik nu om te gaan kijken van wat wil ik? Wil ik er zo min mogelijk tijd in investeren? En dat is wat ik probeer met deze serie in ieder geval door juist naar de grote Bekende coins te gaan, en dan juist gebruik te maken van DCA nu met dalende koers, omdat ik nog steeds positief ben voor de lange termijn. Dus, zoals ik al zei, ook deze maand ga ik weer 100 euro investeren in crypto. Dat doe ik in goede tijden, dat doe ik in slechte tijden. En zo betaal ik dus hopelijk gemiddeld een goede prijs. En ik investeer in crypto in deze serie via CoinMurse. Ze hebben een actie voor nieuwe klanten. Stort je minimaal 100 euro, dan krijg je 10 euro gratis Bitcoin. Dus maak gebruik van mijn affiliate link onder de video om ook gebruik te maken van die actie. Kijken we dan even naar mijn wallet bij CoinMerse om te zien welke crypto's ik had. Je had het straks al een paar posities van kunnen zien. Bitcoin is nog steeds de grootste met zo'n 400 euro. Ethereum met zo iets meer dan 300 euro. Gevolgd door Cardano. Dan de CoinMerse coins die ik zo meteen ga investeren. Maar wat we hier vooral zien is Dogecoin. Toen ooit begonnen als grapje voor 20 euro. Nou, die is inmiddels 85% gedaald. Maar kijk bijvoorbeeld naar Bitcoin of Ethereum. Die zijn. 30 of 40 procent gedaald, in ieder geval mijn posities. En dat is dus minder dan die 70, 75 procent die we eerder zagen. En dat heeft natuurlijk mee te maken dat dit twee coins zijn die ik bijna iedere maand koop. In goede tijden, in slechte tijden. En die Daling van 70%, die was dus ten opzichte van de top. Maar ik heb natuurlijk niet, ja, ik heb misschien ook wel op de top gekocht, maar dan een kleiner percentage. Ik heb ook vaak juist lagere koersen toen gekocht. Dus gemiddeld kom ik lager uit. Waardoor nu ook desnoods bij deze koersen, dus ik minder in de min sta. Dat is waarschijnlijk de kracht van DCA. Nu is het nog negatief, maar laten we hopen, als het de, de koersen omdraaien positiever en hoger worden, dat dan natuurlijk dit ook weer groener wordt. Maar dit zijn dus de crypto's die ik bezit. We hebben ook bots. Ik heb ook bots. Ik heb er drie. Die heb ik toen een paar maanden geleden getest. Met geloof ik uiteindelijk 50 euro, 75 euro en 75 euro. Is iets minder waard geworden, maar de, uh, de verliezen vallen mij mee. Zeker als je gaat vergelijken met wat de hele markt heeft gedaan. Natuurlijk is dit niet echt DCA. Dit is veel actiever en dat was eigenlijk niet mijn bedoeling, maar... Het kan wel het actieve handelen op een passieve manier. Ja, schakelt het één keer in. Het is vooral voor mij om te kijken hoe werkt het. En ik ben eigenlijk best wel ja, positief. Als je gaat kijken vergeleken, vergeleken met de markt, heb ik eigenlijk heel weinig geld verloren met deze manier. Dus we wachten er steeds af. Wat als de markt wat positiever gaat worden? Uh, welke rendementen zien we dan hier? Maar in ieder geval, dit is ook een gedeelte van het geld dus dat ik in crypto heb zitten. Maar de 100 euro die ik deze maand weer opnieuw ga investeren, ga ik gewoon doen in mijn drie grootste posities. Um, dat wil zeggen Bitcoin, Ethereum en Cardano. Cardano heb ik af en toe gekocht, niet heel vaak, maar dat wil ik nu wel doen. Omdat juist um, ja, met deze koers ik een groter effect heb met DCA, dus daar gaat 40 euro in en in de andere twee posities ga ik 30 euro investeren. En na mijn aankopen ziet dan mijn portfolio er als volgt uit. Bitcoin is natuurlijk nog steeds de grootste. Iets andere percentages zien we hier ontstaan. Omdat ik nu natuurlijk nu inleg tegen andere koersen. Dus hier zagen we bijvoorbeeld eerst 60 in de min, nu nog 52 in de min. Omdat deze positie van 117 naar 157 is gegroeid. Dus uh, dat zijn verschillen waardoor ook de koersen veranderen. Maar in ieder geval dit is de moment, namelijk op dit moment. Laten we ook zeker weer volgende maand gaan kijken om te zien hoe we er dan voor staan. Maar laat ondertussen ook vooral weten wat jij denkt van deze crypto winter, hoe je ermee omgaat en wat jouw. Ja, toekomstperspectief is voor crypto, en doe dat via de reacties onder deze video. Zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze video? Vond je het een leuke video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien? Ben je nog niet geabonneerd? Klik op abonneren om nooit meer een video te missen in de toekomst. Nogmaals bedankt voor het kijken en tot de volgende video.